Hallo dames en heren, totdat jullie kijken naar een nieuwe gamevideo, Kotter Games hier. Vandaag gaan we Call of Duty Zombies doen, samen met een vriend. Ja, het begint een beetje lag. Oh. No wonder. Wat hebben we? Een klein beetje probleem, hè? Ja, volgens mij heeft hij een probleem. Game. Het is een game. Nou, ronde 2. En vervolgens ik een dingetje wat erbij hoorde. Uit wat doen. Nou, eens kijken wat het nu doet. Oké, ronde 2 voor zombies. Ja, ik weet het, dat lijkt aardig. Maar deze is ook een, maar deze is ook een rotmap om op te spelen. Very good at speaking English.
Sorry, dames en heren. Sorry als het een beetje lage FPS heeft. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik moet dan even de video settings veranderen. Thank you.
Sorry dat ik zo weinig spreek, maar ik ben meer bezig om de zombies te doden. Thank you.
I did not actually mean there, I meant where I was aiming. Well,
Burn, baby, burn. Je zei dat je de binnenkant van de brood mocht. Ja, dat is... Sorry, ik zit met mijn moeder even een beetje te spreken. Ik weet dat het aardig lijkt en zo, maar nou. Barrel shotgun now. Thank you.
We gaan zo ver als we kunnen. Totdat we allemaal down zijn. Nou, we gaan met de rest van de volgers op mensen die hier gaan kijken. Ik hoop dat het ook een keer gaat. Even opnemen en dan stop ik denk ik wel, want ik weet niet hoe lang we al bezig zijn. Als ik wel opneem. Uh-oh. Twee regen gebeurd. Fuck! We got the mission. The regen was a warhead splash damage. Ja, dat is het. De Raygun in World of War heeft iets genaamd splash damage. Wat het is eigenlijk als je schiet bijvoorbeeld op de grond, recht onder je, ja, dan ploft het schot, maar dat raakt jou ook.